De Service Club Rotary Act Suriname heeft in het kader van een nieuw bestuursjaar haar handing over ceremony, oftewel bestuursoverdracht, gedaan. Het nieuwe bestuursjaar begon in juli en duurt een jaar. Bij de Rotary Act Suriname zijn drie clubs ondergebracht, te weten Rotary Act Genesis, Rotary Act Paramaribo en Rotary Act Fresh. Voor de overdracht sprak past president Giano Berenstein over de verrichtingen van Rotary Act Paramaribo. Zo, het kaderwerk heeft ons beloond, mag ik zeggen. We hebben zowel op districtniveau en RI-niveau hebben we awards binnen halen. En op districtniveau hebben we het over de District 7030 Achievement Silver Club of the Year Award 2018-2019. De overdracht is gedaan door president Daryl Dankoor. Voor het eerst is er een gezamenlijke overdracht geweest in Suriname, gaf hij aan. En dan wil ik de hardwerkende schakels naar voren roepen die het werk verzet hebben en ook hebben gedelegeerd aan onze fellows. En dan begin ik met directeur Charent. Vervolgens ook directeur Darrell Liefel. Vervolgens directeur Robin Bishop. Zij is directeur van International Service en zij is ook de functie van directeur Finance opgevangen in het jaar. Dat was Daryl Dankoor, president van Rotary Act Paramaribo. Hij heeft de bestuursoverdracht gedaan van de drie Rotary Act clubs in Paramaribo. De ceremonie vond plaats in de Lalaroek Ballroom.